gaan het gewoon proberen. Dames en heren, vandaag gaan we GTA 5 roleplay proberen. We gaan iets doen wat we niet snappen nu. En GTA 5 roleplay, dat is gewoon een spelletje waar mensen dus heel serieus doen alsof ze iemand anders zijn. Markel Denkman. Markel Denkman? Ja, ik kan hier met geen kommaatje erbij. Ja, wat wij gaan doen, wij zijn natuurlijk met z'n tweeën. Timon gaat de stem spelen. Ja, ja. Ik ben Markel. Gedachten spelen. Dus jij bent een gedachte van Markel en ik ben Markel Iedereen zelf. Iedereen denkt toch een beetje na voordat hij iets zegt. Heet hij nu Markel Denkman? Wat? Heet hij Markel Denkman? Mijn paard staat. Je hebt een andere haarkleurtje, misschien het lichte. Ja, de jongens die je net allemaal waren, hoorden die bij jou of? Welke jongens? Of welk gozer heb je het? Ja, die jongens die net allemaal waren zonder handen en zo, want die waren mensen aan het doodslaan gespannen namelijk. Dus, Dit spel is echt klote. Dit is een saai gesprek. Wat zei je? Gadverdamme. Die jongens die hier net allemaal waren, die waren mensen aan het doodslaan op de span. En ja, je praat nou tegen staf namelijk. Zo'n beetje dat eventjes. Maar hoe heet dat? Er waren dus mensen die. Die gozer is gek in zijn koppie. Er heel veel mensen en ik mee en die zaten elkaar dood te slaan op de spaal en zo. Dus, Fuck him. Ja. Dat is. Ik ken ze niet. Vriendsnipers waarschijnlijk. Ja. Nee, dan misschien zijn het vrienden van je of zo. Zoiets. Hoe maar, kan ik hier wegkomen? Hoogstwaarschijnlijk streamsnipers dus. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ik heb wel druk, dus Oh, wow! Oh, sorry. Dat was echt de verkeerde knop. Dat was verkeerde arm. Ik kreeg arm. Verkeerde armbeweging. Heb je een hand hier? Niks. Oh, oké. Geloof me echt direct. Makkelijk. Oké, tijd om hier weg te gaan. Oh. Dat ging echt maar net goed, joh. Wat gebeurt hier? Zulke mensen moet je negeren. Toch blijf ik hier staan en ik weet niet precies waarom. Die gozer is gek, hij gaat me aanrijden. Hij is weg. Wacht eens even, dat is een leuk ballonmannetje. Eens even kijken. Fuck. Oh, ik ben aan het tweeten. Ja, ik tweet het. Hashtag opgeblazen gevoel. XD. Ja, ik tweet het. Nee, is dat sowieso 3D? Ja, ik tweet het. Ja, ik tweet het. Tweet. Wist ik maar hoe mijn benen moesten rennen. Aha! Hallo? Waar kan ik hier kleren kopen? Banden wel, maar kleren niet. Aparte schoenkeuze. Is een autodealer. Oh, mooie schoen heb je. Ja, zeker. Waar zou je... Sorry. Verdomme, mijn armen! Ah, mijn armen. Ik heb echt de hele tijd een last van mijn armen. Dat is echt een spiertje. Sorry, het spijt me. Ja, sta je op mijn gezicht, joh. Het spijt me. Ik heb wel een kutdag, joh. Ja, sorry. En ik heb echt... Wat kan ik doen om het beter te maken? Ja, dat weet ik niet. Komt op, heb je de politie gelijk gebeld? Ik zei toch sorry, ik heb last van mijn arm! Nee. Zo, oh, ja. Oh. Ja, volgens mij zijn ze hier om een andere reden. Ja, weet je wat, ik heb hier wegwezen. Ik ben een achterdeur. En weg. Ze krijgen mij niet te pakken, ze krijgen mij niet te pakken! Misschien moet ik eerst iets doen aan mijn arm. Ik heb echt een massage nodig. Ja. Ik heb een massage over mijn armspieren, ik heb hem niet onder controle. Goed werk, bond. Ik ben het, je brein. Ik zie hier iemand. Oké, ik ga even op mijn map kijken. Even kijken hoe dat werkt. Hallo? Ben je verdwaald of? Nou, misschien weet hij waar ik me kan laten masseren. Gaat het wel goed met je? Het gaat wel goed. Ik heb alleen de laatste tijd een beetje last van mijn arm. Ik heb een spiertje, die werkt niet mee. Ik heb per ongeluk vandaag 2 mensen in een gezicht geslagen. Zo, dan pas ik op voor jou. Nee, je hoeft niet op te passen. Ik doe dat niet expres. Een beetje agressief, zeg. Nee. Voordat je het weet, sla je mij. Hij heeft wel een stompbaar gezicht. Nee, vertel wat. Ik ben op zoek naar een massagesalon. Zo'n Mortal Kombat uppercut. Ja, die dingen kom ik bijna nooit, joh. Daar kom je bijna nooit. Weet je toevallig waar er een is? Nee, ik heb geen idee. Echt, mijn arm begint te jeuken. Oh, ik denk dat ik er maar door als jouw arm begint te jeuken. Ongemakkelijk. Doe je rustig aan, ik ga weer verder.
Ik denk, ik vraag je even heel veel wat is, weet je, want je zag er erg voor wat uit. Vind ik een vreemde opmerking, maar is goed. Ja, rustig aan, hè. Hey, tot de volgende keer. Ik zou hem zo kunnen beuken! Vol! Hij is echt mazzel, daar komt hij echt goed mee weg. Ik wou dat er iemand aan me zat. Is het illegaal om iemand te vragen om voor geld aan ons arm te zitten? Hallo? Hallo, is er iemand? Oh. Hallo? Hallo. Timon, ik heb die code van Pokémon. Mede-eigenaar. Dit is niet slim. Maar is dit het waard? Maar is dit het waard? Oh, nope. Nee, ik ben niet de eigenaar. Nee, je bent niet de eigenaar. Wat doe je dan? Hij heeft een fascinerende stem. Maar de eigenaar dan? Ik heb een afspraak gemaakt en er komt er godverdomme weer niemand opdagen. Wat zijn er voor geintjes? Ik rijd hier langs en ik zag... Je rijdt hier langs, daar heb ik toch niks aan. Ik vraag je toch wat, jongen. Hij lijkt me wel iemand die gemasseerd wordt. Misschien weet hij toch waar een massagesalon is. Ik vraag gewoon of je de eigenaar bent. Ik zeg dan gewoon nee, dan kan ik weer verder. Wacht even het gesprek af. Nee, je bent niet de eigenaar. Dat heb ik nou 30 keer gehoord. Dat hoort voor je tijd. Ja, tot ziens. Wow, wat klootzak weer. Dat is over het gehoord. Meneer. Wat? Je ziet er zeer ontspannen uit. En ik vroeg me af... Of jij weet waar ik me rechts kan laten masseren. Ik heb een beetje last van mijn arm. Ik heb wat mensen in het gezicht geslagen vandaag. Oh, dan moet lekker worden. Je slaat mensen dus in de gezicht. Trouwens, als je... ik heb zelf een loodgietersbedrijf. Dus als je nog iets met lood en zink gefixt moet hebben, dan kan je mij bellen. Maar weet je waar ik me kan laten masseren? Fysiotherapeut, weet ik veel. Ja, maar weet je waar dat is? Waarom, wat doe je hier als je wil laten masseren? Zou hij de eigenaar zijn? Om je wapens te stelen? Okay, ja, ik weet niet, maar ik zeg even, ik was op zoek naar de eigenaar. Ben jij de eigenaar van deze zaak? Ja, nou ben ik de eigenaar. Nou mag je mooi, ik vraag het er net aan jou of niet dan? Luister je niet? Oh, dat heb ik niet gehoord. Ja, dat heb ik niet gehoord. Ja, het is wel zo allemaal. Het is goed, bentje. Wat is je naam eigenlijk? Marco Markman. Denkman. Marco... Ja, ik vraag hoe je het speelt. M-A-R-C-E-L... D-E-N-K-M-N. Dat is een aparte naam, joh. Wat zei je? Ik verstond het helemaal niet. Dan mag ik het opnieuw gaan vertellen. Die klote muziek staat er hard in deze winkel. Ga maar lekker naar de visio. Maar zo. De muziek staat erg hard en dan wil ik... Ik heb al last van mijn oren, ik heb last van mijn arm, ik heb een klote dag gehad. En kan die klote herrie gewoon uit? Ik wil die eigenaar spreken en de herrie uit te zetten, ja. Ik heb een klote dag gehad. Ik stond geparkeerd. Motor begon te roken. Ja, maar heb ik helemaal geen interesse in je vrouw, want ik heb zelf een klote dag. Ik wil over mijn dag praten. Ik vraag maar die fysiotherapeut. En dan ga jij of je eigen vrouw. Maar als ik een klote dag heb, kan je niet zeggen ik heb ook opeens een klote dag, want het slaat nergens op. Ik heb helemaal niet gevraagd om te vragen. Nee, ik heb niet gevraagd om jouw dag. Ik was aan het vertellen over mijn dag. Marco ben ik. Arm. Oh shit, mijn arm! Weg, ik moet hier weg! Kom naar buiten dan! Kom naar buiten dan! Oh, gaan we vechten! Tegen een oude man durf je wel! Ik wil die vechten! Ah! Ik moet hier weg! Ik moet me laten behandelen! Ik moet iemand in mijn spiegel laten knijpen! Dat was wel vriendelijk. Wat zei je, meneer? Wat een geruzie, jongen. Gewoon rustig. Nee, ik heb helemaal geen ruzie, hoor. Ik heb gewoon een beetje klote dag gehad, maar... Ja, loop maar weg. Meneer, waarom sta je bij ons gesprek? We hebben gewoon normaal gesprek. Wil je als je niet... In ons gesprek voegen. Ik heb op zich ook wel interesse in zo'n code. Oké, dan mag je gewoon meeluisteren, geen probleem. Dan. Dit vertrouw ik niet. Marco, we moeten hier wegwezen. Fuck. Is hij hier wegwezen? Mensen hebben opgebeld om ons in elkaar aan te laten slaan. Eerst hadden we een discussie, toen wilden we bijna vechten. En toen had hij opeens wel een fysio. Ja, ik denk niet dat het heel eerlijk was. Worden we nog gevolgd hier? Wegwezen, Timon. Of ik bedoel Marco. Ik ga gewoon weg. Hallo, shit, oké. Okay. Laat me met rust! Oh nee, wat heb ik gedaan? Hey. Drie man achter de man! Help! 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 Help!
Wacht, de volgt, help! De politie wil niet komen, dan doe ik het zelf wel. De politie! Help! Meneer! Help! Help! Met je paardenzaadje, ik tik je achterover. Ah, waarom? Ah, waarom? Waarom? Help! Stap in, ik ben je nog vrij. Oh, stap in, zo doe ik dit! Oh, kom je help. Oh, wat een lul ben jij. Kom weg, oh. Meneer. Dankjewel, meneer. Oh, wie is dit? Wie is dit nou weer? Wie ben jij? Ik moet mijn gordel omdoen. Massage salon. Waar kom je vandaan? Een rijke buurt of zo? What the fuck? Ik heb gewoon last van mijn arm. Hoef je niet rijk voor te zijn, volgens mij. Dat deed ik vroeger ook altijd. Ging tegenover een muurtje staan en blijven rammen tot hij niet meer vroeg. En er geen les meer van. Werkt dat echt, of? Ja, nee. Moet je naar mij zien. Ik ben een pro-driver, man. Ik heb er geen les van. Ik ben Markel Denkman. Markel Denkman, moet ik het even spellen? Als in de achternaam van die Duitse huppelepup. Van die Duitse huppelepup? Ja, ik geloof Angelonis Markel of zo. Ergens in die trends. Hey, hallo, je gaat gewoon door rood. Ik voel me niet wel voor rustig rijden, alsjeblieft. Ja, ik rij hartstikke rustig. Ik rij met 30 kilometer door rood, man. Ja, piek. Een massage salon. Noemt hij een piek? Als in een kerstpiek, is dat een compliment of een belediging? Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, wat? Wat een topfan. Noem hem een piek. Hey! Doe de maal, gek! Hé, hey, idioot, joh! Wacht even, hoor. Onbeschoft. Dit ga ik niet laten gebeuren hier. Dit gaat niet. Hé, hey, wat ben je hier aan het doen, joh? Hé, hey, hallo! Kom eens even uitstappen, joh! En dat bij mijn nieuwe beste vriend. Je gaat niet tegen mijn beste vriend aanrijden hier, hè? Hallo? Ja, sorry, ja, ik kom even voor je op. Ja, het is een... hoe noem je dit? Een niet kapotte krijgen autootje, dus kom maar goed, joh. Ja, mooi bakje op Piek. Ja, dat dacht ik ook. Hoe noem je me nou? Piek? Piek. Ik sta niet op een keersboom, hè? Huh? Ja. Bolle. Zelf te praten. Ik zei helemaal niks. Ik weet niet waar jij het over hebt, Piek, maar... Helaas, als je me nog een keer Piek noemt, kan je uitstappen. Je noemt mij de hele tijd Piek. Ik dacht dat het een compliment was. De Piek is het mooiste wat er op een kerstboom te vinden is. Deze gast is echt een beetje gek. Ik kan het niet zeggen, man. Hoe heet je eigenlijk? Ja, nou, kidlaas is krijgen, hou Piek op appen om eens je mijn autootje te nemen. Ik heb je naam niet verstaan, het spijt me heel erg. Deze gozer is helemaal geflipt. Vraag maar, we zijn vrienden, dus dan kan ik je nog één keer vragen. Iets met bollen? Ja, die bal, die kerstballen. Bollen, met de P. Ja, en met je voornaam? Allemaretico. Schrijf dat maar. Allemaretico, bollen, oké. Okay. Dat vind ik een moeilijke naam. Is het een beetje, komt het uit Nederland? Klinkt Spaans. Ik hoor het een beetje... Zo gaat het wel! Gaat het wel met hem? Even kijken, hey! Zo, hij staat eruit gewoon door, gek! Deze... Het gaat. Geen probleem. Stik hem in je reet, gaat wel. Hey, hallo! Nou, stap in dan, joh, Gogem. Sorry, maar ik weet niet of je van me houdt of me haat. Ik vind Gogem wel leuk, omdat je geen gordels hebt in je auto. Peter Adriaanse, een mooie naam. Spaans? Daar ik ook, ik kom ook uit Taiwan. Oh, oké. Okay. Ja, Spaans. Zijn we er bijna? Ho, pas op, joh. Ga even niet zo hard, ik zeg even net dat ik misselijk ben, joh. Laatste, ik ga 40 kilometer spuur, man, en dan loop jij te lopen. 40 kilometer? Zeg even, gaat die flink aan de bok, je moet een beetje remmen hier, gek. Nou, het lazer is, de shop is dicht. Goh, en mijn arm begint te tintelen. Doet pijn! Hey, kom eens hier staan. Mijn arm! Ja. Steve Pollen maakt met de mods van de server. Ja, ik zou niet. Maar uitkijken. Lekker kopioja. Gaat wel mee. Is lekker niet. Hey, Peter, waar ga je heen? Peter! Peter! Aandoening drijft iedereen bij me weg. Ik dacht dat toen ik hier ging verhuizen dat het wel mee zou vallen, maar het wordt alleen maar erger. Ben je normaal gedragen of niet, Gogem? Peter, als het je echte naam is. Kan je Peter, Steve. Peter, kan je me alsjeblieft laten zien hoe je tegen een muur aanslaat, zodat ik minder last van mijn arm krijg? Nou. Peter! Wow! Hey,
pas op, joh! Ik ga stijf, man, met je paardenstaart. Als je daar nog één keer verkeerd zegt, dan ben ik weer, hè. Laat het. Is het bereid, dan weet ik veel wat. Is er wat mis met mijn paardenstaart dan? Nou, het lijkt alsof je een tweede loop aangegroeid is, mijn vraag. Maar als jij het mooi vindt, Pik, dan moet je het zelf weten. Peter, ik heb een gevoel dat je hier gewoon bang voor iedereen bent. Je hebt een grote bekkie. Maar als het erop aankomt, dan... Ho, ho! Zo, gaat het wel goed, meneer! Hey, ga van die motor af, man. Ga van die motor af, joh, die is niet voor jou. Op zo, Dimitri. Ga die motor af. Ja, cloud voor jou. Lekker, Peter. Goed gedaan, Peter. Pak hem aan. Hij gaat er vandoor. Grijp hem, Peter. Pak weer een scheid. Wacht, dit is het moment om mijn vuist te gebruiken. Mijn vuist. Oh, oh, oh. Peter! Peter! Nee! Dood zo'n zaak! Dood? Is hij dood? Peter is niet meer. Hij is niet dood, toch? Hij beweegt niet meer. Probeer zijn adem te voelen. Peter. Gaat het? Peter, je moet de politie bellen! Mijn beste vriend. Ik moet de politie bellen! Fuck! Ik moet de politie bellen! Ik kon mijn mobieltje net al niet vinden. Ik moet hem nu vinden. Waar is mijn mobiel? Waar is mijn mobiel? Druk alle knoppen in. Hoe is dit? Ja, Peter is aangereden! Mijn Peter is aangereden! Bel de politie! Oh, goed ziet toch aan mij? Bel de politie dan! Ik heb geen mobiel mee, ik moet een nieuwe mobiel kopen. Misschien moet ik straks een mobieltje kopen, een t-shirt en... Mijn arm is dicht. Auw! 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 Wat is er mis met iedereen? Auw! Mijn armpjes. What the fuck? Wel herkenbaar probleem is het wel. Oh, daar is hij! Ja, pak hem! Pak hem! Pak hem! Oh, oh nee, meneer! Meneer, nee! Hij is meneer! Lever! Hey, jouw chef! Mijn lever! Ambulance. Ze is nog te redden. Mijn lever! Bel de politie! Ik heb geen mobieltje. Ik heb mijn mobiel niet bij me, meneer. Wow. Peter, ben je er nog? Nee. Hey, gaat het, Peter? Viel het mee? Nou. Prima daar, reanimeren is dit. Doe mijn kunst. Dat is mijn kunst, Peter! Oh, het gaat met je! Zou dit het juiste moment zijn voor een knuffel? Hey. Ja, meneer. Gaat het erin? Vind je dat lekker? Ja, een beetje duizelig. Oké, ja, dat is oké. Ik ging er achteraan, maar hij is er vandoor gegaan. Hoe kunnen we het hem vertellen dat hij zijn auto kwijt is? Nee, dat is een lul. Is dat legaal? Mag dit? Nee, toch gestolen auto. Moet er gewoon even naar de garage toe. Het is naar de inbound en dan naar de garage. Ellende. Ik weet niet of ik me hier zo op mijn gemak bij voel. Oh, Peter, want je hebt helemaal maakt rare keuzes hier allemaal. Ja, een beetje duizelig. Ja, ho, moet ik rijden? Laat mij maar rijden, joh! Oké. Zo! Okay. Ik heb geen rijbewijs, kut. Ik ga gewoon proberen, hoe moeilijk kan het zijn. Wat zeg je nou, heb je geen rijbewijs? Ik zei toch helemaal niks? Ik zei niks. Wat gebeurde er allemaal? Het ging allemaal zo snel, Peter. Oh, fuck. Ja, het ging hartstikke snel. Een of andere poffertje sporen om die sleur omhoog te doen. Zeker niet wat fan, word je in één keer al geen meer eigen volgen, man. Hij was wel heldhaftig. Ik vond dat je het heel goed hebt gedaan, Peter. Ja, maar dan moet je tegen Peter zeggen, niet tegen mij, want ik heb Steve. Hoe heet Steve? Waarom zeg je dat niet gelijk? Ben je nou op het zwakker geworden, poffertjesporum? Ik zeg de hele tijd al Steve. Poffertjesporum? Het komt vast door de klap op zijn hoofd. Hij is vergeten wie hij is. Ik noem hem wel Stevel voor hem. Ga ik nog goed, Stevel? Wat zeg je nou? Deval? Ik ben geen grill, hè. Ik heet Steve. Aanspreken hoor, ik vind het niet oké. Oh, wat. Hé, kan je wel even kijken, ze hebben je doppen hier, gek! En ga je zelf over de politie bellen of moet ik het doen? Was ik maar zo'n Stevel. Hij was niet bang, hij ving gewoon die klap op. Zo wil ik ook zijn. En kom eens uit je auto, je gek! Ik voel me goed. Ik voel me mannelijk. Oh, wat doe ik nu? Stevel, kom eens even helpen! Hey, Marcel, kom er gewoon weg. Wacht.
Nou, het was Guus. Het was maar een droom. Is dit een droom? Ben ik aan het dromen? Ja. In Harry Potter of zo. Harry Fuck Potter ouwe. Of zo. Die gozer, hij heeft een te harde klap gehad. Oh, hallo! Hey! Hoe doet Rick? De wereld is echt naar de klote, Stevel. Ja, hou je bek dan maar. Ik heet geen Steef. Oh. Jij hebt echt een chromosoomtekort. Hé, laat me eens uitstappen. Hey, hallo! Steven, kom op, we zijn partner, wat ga je nou doen? Waar zijn we? Steven, waar zijn we? Steven. Steven. Ja, jongen. Hou je van moppen? Nou, als je nou eens ophoudt met die mop van een Steven, want anders geef ik je een klap voor je kanus, dan kan je helemaal niks met de S uitspreken. Sukkel. Shift, ik hou niet van stickers. Je houdt niet van stickers? Welke gek houdt je niet van stickers? Dingen, man. Ik heb als een paar van de jongens gehad, die gingen naar mijn stickers om mijn deur plakken. Ben ik aan een half jaar bezig geweest met sticker verwijderen op. Pleuris dingen gingen hier niet dus af. Dus hij en heeft dan, nog nooit een stickerboek gehad? Ellende. Kut stickers. Maar we gaan er vandoor. Wat gaan we doen, Steven? Mag ik je huis een keer zien? Niet van de buiten. Oké, wat vind jij dan mooi? Een potje knikkeren of zo? Wat vind jij nou mooi? Met cats. Books. Wat zei je? Boksen. Wat denk je van worstelen? Worstelen, dat doe je maar met je dochter, niet met mij. Zou je die Stone Cold Stunner kennen? Die had een piemel op je achterhoofd. Piemel op mijn achterhoofd? Ja joh, ziet er niet uit. Heb je daar nog steeds over mijn kapsel? Ja, dat is ja, ik vind het vriendschappelijk vind ik leuk om een beetje met elkaar te dollen, Stevel, maar mijn kapsel ben ik gewoon blij mee en ik wil gewoon dat je naar mijn kapt, oké? Okay? Hij weet niet hoe het is als een paardenstaart losgaat. Kap jij dat kapsel, man? Heel mooi paardenstaart! Hij kan waarschijnlijk niet eens een paardenstaart groeien. En als je geen paardenstaart kan groeien, dan moet je niet jaloers gaan doen, maar dan moet je gewoon trots op mij zijn. We zijn vrienden, dan kan je dat gewoon het tegen elkaar zeggen. Het is onmul. Paardenstaart, dat komt gaat er ongeveer ver. Voorbij schaar. Een geintje is leuk, maar hier ben ik klaar mee. Ik ben er klaar mee, ik ga gewoon weg ook. Ik vind het helemaal niks hier wat jij tegen mij zegt. Zeg het dan gewoon in mijn gezicht achter een auto, dan kan ik niks doen. En dan ga je mijn kapsel bespotten en terwijl ik aangeef dat ik het niet leuk vind. Dat gaat toch niet echt komen, hè? Dus ik moet mijn excuses aanbieden. Wat is je naam? Marco is mijn naam en ik heb een mooi kapseltje. Niet erin bij komen, niet... Oh, fuck! Au, mijn arm. Ja, en ik moet ook mijn arm nog gefixt worden. Dus ja, oppas ik jou was. Ga je nou nog een keer blaren, poortjes poren, als je nou gewoon rustig aan doet? Ja, ik zeg dat, ik geef aan dat ik het niet leuk vind dat je op mijn paardenstaart praat, want ik ben er gewoon blij mee. Je bent er blij mee. Ja, dan ga je niet over mijn... Hey, je mag over alles leuke geins maken, poffertjes poren. Oh, shit, wat voor... We zijn geband. We zijn geband. Nee, het spel is... We zijn geband, hij was bang, joh. Helemaal kwaad. Hij zit er helemaal in, joh. Ik ben ook een beetje bang voor jou. Ja, sorry. Nou? Ja, sorry.